Maxime, ik ben 18 jaar en sinds begin dit jaar rij ik samen met mijn pal op circuit. We doen dat met deze BMW 30325. En eigenlijk was het initieel de bedoeling om met gelijk wat op circuit te beginnen buiten een 325 of gewoon een E30 over het algemeen. Omdat we vonden dat een E30 meer voor rally of voor drift was. Maar toen had onze lokale mechanieker deze E30 staan. En ons oog viel erop. En we hebben een prijs gevraagd. Die viel mee. We hebben een testrit gedaan. En die auto ging perfect. En vandaar hebben we toch hiervoor gekozen. Iedere trackday brengt wel goede herinnering met zich mee. Want we zijn de favorieten. Denk ik toch wel dat dat de eerste keer zelf rijden is. Het is ook geestig om je eigen tijden te zien verbeteren en dan probeert je eens met een instructeur, een professionele instructeur. En dan verbetert je nog, zelf op de kleine puntjes waar dat je niet aan denkt. Maar uiteraard, op circuit rijden kan ook al eens voor wat engere momentjes zorgen. Bijvoorbeeld als je in een lange bocht er net iets te snel ingaat en de banden staan te hard opgeblazen, dat heb ik eens meegemaakt. Is de auto gewoon 180 graden gedraaid en komt er een andere BMW vol een bak op af. Dat is toch wel wat eng, maar je neemt het er wel bij. Voor de rest, meer en minder dan onder- en overstuur wordt dat niet. Onlangs is een pan gevallen, onderweg naar huis van een trackday, maar op zich ligt dat niet aan de auto zelf. Aan de auto zelf is er uiteraard veel veranderd voor op circuit te rijden, zoals het interieur dat volledig gestript is met bucketseats van Sparco 4-punt gordels. Ander stuur, waarschijnlijk zelf een ander stuurhuis. Rolkooi, uiteraard. Andere, de Toyo RNR banden voor de grip, wat dat wel moet op circuit, vind ik. KW-vering, Sparco open air intake, andere nokkenas, volledige custom uitlaatlijn. Dat zijn zowat de dingen, de voornaamste dingen dan deze auto veranderd zijn. Op circuit doe ik altijd samen met mijn pa, omdat het auto liefhebberij zat er wat in door mijn vader en vooral toen dat hij zelf wat er begon voor uit te komen en dan zelf evenementen doen, meetings en dan de eerste keer samen op circuit, daaruit is eigenlijk echt wel gegroeid. Hallo, ik ben Marino uit Ledenhem, inmiddels 47 jaar. En sinds vorig jaar was de lokroep naar het circuit zo groot dat ik daar niet meer kon aan weerstaan. Uiteraard was het de bedoeling dan een aangepaste wagen te vinden, een geschikte wagen, die na een maandenlange zoektocht zeg maar, werd gevonden. Dan was het nog een kwestie van waar en wanneer gaan we dat doen. Toen kwam Track Solutions in beeld, een zeer toegankelijke organisatie, leuke mensen, niet veel show, zeg maar. Dus dat was iets die zeer paste bij de persoonlijkheid van zowel ikzelf als de zoon. Want dat is dan ook weer de meerwaarde, dat wij dat met tweeën kunnen beleven. En zodoende zijn wij quasi iedere maand één keer toch op een circuit om daarin onze skills wat te verbeteren. Ja, dat was dan ook de ambitie. De rijstijl toch wel wat aanpassen, het is te zeggen wat je op de openbare weg niet mee kan, toch wel een keer gaan proberen op circuit. Ook daar is een hele evolutie, je leert de auto kennen, je verbetert zelf qua rijstijl. Je ziet dan de zoon rijden en verbeteren. Dus dat zijn allemaal wel zaken die het voor mij zeer interessant maakten. Goed, waar ligt de ambitie wat dat betreft? In het begin natuurlijk eerst de wagen leren kennen. Dan denk je maar al te snel van ik heb meer vermogen nodig. Wat uiteindelijk niet primordiaal blijkt te zijn. Je hebt ook zoiets als wegligging, type wagen die vooral veel amusement bezorgt. En eigenlijk kunnen wij zeer goed ons ding doen met de wagen die we nu hebben. Dus ik zie onszelf nog een tijdje met deze wagen rijden. Ook al een instructeur is een keer mee geweest. En die man zijn woorden ben ik ook niet vergeten. In die zin, wanneer dan de tijden op ieder bestaand circuit niet meer kunnen verbeterd worden, dan is het tijd om een zwaardere wagen. Dus ik ben nog voor een tijdje zoet. En daarmee kan ik nog heel wat plezier beleven aan dit verhaal.